In het vorige filmpje heb ik jullie uitgelegd hoe je passief kan hangen. We kunnen ook actief hangen. Dus in plaats van jezelf te verlengen, ga je specifiek bepaalde spieren aanspannen. Ook dit is weer heel gezond en goed voor je schouders, ellebogen en polsen. Daarbij komt het dat je ook beter leert je schouders te bewegen en te gebruiken. En vooral ook het pekken van je shoulder. Dus dat de schouder beter in zijn kom blijft zitten. We kunnen op twee manieren namelijk hangen. Als eerste, dit was passief. Actief kom je een beetje omhoog en verleng je weer. Kom je een beetje omhoog en verleng je weer. Belangrijk daarbij is dat je niet op deze manier doet. Ellebogen blijven gestrekt. Omhoog. En zak naar beneden. Dit kun je ook voor tijd doen. Dus dat je probeert het langer vol te blijven houden. Dat je probeert 30 seconden lang omhoog te blijven. Dit is één variatie. Een andere variatie die je kunt doen, is dat je de stang van je afduwt op deze manier. Dus dan krijg je een arch in je bek en je voelt misschien een beetje je buikspieren aanspannen en het is een stuk zwaarder. Daarbij moet je je benen gewoon laten hangen. Dus nu duw je de stang weg en kijk je naar achter. Ook dit kun je voor herhalingen doen, maar het mooiste is voor een isometrische contractie. Dus dat wil zeggen dat je hem vasthoudt. Dus trek jezelf helemaal naar achter, probeer je navel omhoog te krijgen, je borst omhoog, duw de stang weg, laat je benen gewoon hangen en probeer dit gewoon 30 seconden vol te houden. Verder staat ook in de uitleg van het filmpje, staat ook bij wat voor sets je eventueel kunt doen. Dus kijk eventjes het filmpje nog een keer goed. En je kunt allebei de soorten hangen kun je als apart zien. Dus je kan passief hangen en je kan actief hangen. Vaak is het wel zo, als je niet passief kan hangen, voor mij misschien 10 seconden, 20 seconden, dan is het actief hangen nog veel zwaarder. Dus misschien wil je eerst passief hangen een beetje uitbouwen en dat je daarna gaat actief hangen. Veel hangplezier!